Ik heb absoluut het gevoel dat ik een missie heb in het leven. Dat ik dromen heb, dat ik doelen heb die ik nastreef. Waar ik wel erg voorstander van ben, is mensen die je naar een hoger niveau tillen door bepaalde vragen te stellen. En misschien ook wel advocaat van de duivel te zijn. Maar dan is het natuurlijk wel belangrijk om te weten, wat wil je met je toekomst? Op het moment dat mensen negatief over je ideeën denken, of je bepaalde onzekere gevoelens krijgt door wat anderen vinden, dat ik niet meer ga doen. In Dilemma's de Challenge gaan wij de uitdaging aan die we hebben gekregen van onze podcastgasten om de kennis uit de podcast te testen in de praktijk. Een moeilijk gesprek aangaan met een bekende of een eerlijk videodagboek bijhouden. Of om 6:30 opstaan om te gaan sporten. Wat? Ja echt, wij gaan elke challenge aan. Welkom bij Dilemma's The Challenge, aflevering 5 alweer. Afgelopen dinsdag hebben we Pepper Wering te gast gehad met het thema slachtoffer van je verleden. Of gebruik je je verleden als kracht voor de toekomst? Nou, dat kan natuurlijk voor iedereen op een andere manier gelden. Pepper vertelde heel eerlijk en open haar eigen verhaal over het hebben van een moeilijke jeugd. En hoe je eigenlijk dat vervelende stukje uit je verleden juist kan gebruiken als kracht voor de toekomst en kan inzetten voor de doelen die je hebt. En daarbij kregen we ook een opdracht om daar zelf mee aan de slag te gaan. Kijk maar even mee. Nou, het is een schrijfopdracht, omdat het wel leuk is aangezien ik zeg maar zelf veel schrijf. En ik denk dat schrijven een hele mooie manier is om jezelf beter te leren kennen. Kan ook zeg maar echt wel door bijvoorbeeld meditatie en dat soort dingen. Maar het is gewoon heel belangrijk om soms even, denk ik, vragen aan jezelf te stellen waarvan je graag zou willen dat iemand anders het aan je stelt. Want dat gebeurt gewoon niet zo vaak. Zeg maar, dus je kan ook dat soort van in gesprek gaan met jezelf. Om jezelf dus beter te herkennen. En ik heb dus een paar vragen opgesteld. Die soort van je kunnen helpen als je dit allemaal uitschrijft. Om jezelf wat beter te herkennen. Oké, nou, ten eerste, wie ben je? Dat klinkt misschien een beetje basic. Maar gewoon schrijf even in een paar zinnen gewoon op wie je bent. Gewoon als persoon, een beetje eigenschappen, waar je vandaan komt, je leeftijd. Wat doe je en waarom doe je dat? Kan op werkvlak zijn, op privévlak, gewoon het eerste wat in je opkomt. Denk er vooral ook niet te veel over na. Heb je het gevoel dat je een missie in het leven hebt? En zo ja, wat is het? Wie of wat dragen bij aan jouw missie en geluk? En wat niet? Heb je het gevoel dat de mening van, staat tussen haakjes, anderen je op een manier tegenhoudt? En zo ja, weet je ook waarom? En heb je genoeg scheid in je leven en waarom wel of niet? En dan de laatste drie vragen zijn, wie wil je graag zijn? En wat moet je daarvoor doen? En waarom doe je het niet? Yes, dus ga aan de slag om erachter te komen, wie ben je? Wat is jouw missie? Wie dragen daar wel en niet aan bij? Want zo kan je jezelf beter leren kennen. En weet je dus ook hoe je die rottige dingen, doordat je misschien vroeger gepest bent, of het niet heel lekker is geweest op werk in bepaalde situaties, of misschien zijn je ouders wel gescheiden vroeger, of ben je uit huis geplaatst. Het kan van alles zijn. Het is echt voor iedereen persoonlijk natuurlijk. Maar je kan daar of heel erg lang in blijven hangen en daar een slachtoffer van worden, letterlijk. Of je kan juist die tegenslagen gebruiken als kracht voor de toekomst. Maar dan is het natuurlijk wel belangrijk om te weten, wat wil je met je toekomst? En waar sta je voor en waar wil je achteraan gaan? En vooral ook dus wie daar wel en niet aan bijdragen. Nou, ik ga zelf maar eens aan de slag met die opdracht. Ik ga pen en papier pakken en dan ga ik ze even het een en ander opschrijven. Van gemaakt, maar liefst 3 A4'tjes volgeschreven. En ik merk echt met de challenges waarbij we dingen moeten gaan opschrijven, dat mijn pen eigenlijk niet stopt. Dus ik blijf maar doorpennen, omdat er allemaal dingen in me opkomen. Ik heb ook, zoals Pepper zei, niet te veel erover nagedacht. Vaak ga je het dan overdenken en dan ga je bepaalde dingen niet meer opschrijven die je eigenlijk vanuit je intuïtie wel denkt of voelt. Dus ja, ik ga bij deze even voorlezen wat mijn antwoorden op de vragen waren. Oké, de eerste was dus, wie ben je? Nou, ik ben Marcia, ik ben 27 jaar, net geworden in maart. Ik kom uit de Randstad, ben geboren in Den Haag, gestudeerd in Rotterdam en ik heb 8 jaar in Amsterdam gewoond. Ik merk ook wel echt dat ik ben niet per se een stadsmeisje, want we wonen nu net buiten de stad. We wonen nu in Rijswijk, dat is vlakbij Delft, eigenlijk tussen Delft en Den Haag in. Dus ik hoef niet per se in het centrum te wonen, want ik heb gemerkt dat dat eigenlijk te druk voor mij is. Dus juist net daarbuiten, dat is lekker, want ik wil nog wel op 10 minuten afstand van de stad zitten, zodat je wel gewoon, ja,
alles vlakbij hebt. Ik ben energiek, spontaan, sociaal, behulpzaam. Ik heb doorzettingsvermogen. Ik ben sportief. Ik ben heel erg enthousiast. Ik ben ook emotioneel en gevoelig. En ik ben zorgzaam. En ik merkte heel erg dat je vanuit je instinct heel erg alles gaat opschrijven wat goed voor jezelf is om te zeggen. En op een gegeven moment dacht ik, oh ja, ik moet ook nog wel wat dingen opschrijven wat niet per se goede eigenschappen zijn. Of wat ik ervaar is, oh ja, dat is ook wel een eigenschap van mij, maar daar ben ik eigenlijk niet zo trots op. In eerste instantie dacht ik, oh ja, emotioneel en gevoelig. Ja, dat klinkt niet echt als een sterke vrouw of zo. Maar toen dacht ik, ja, maar dat ben ik wel. En dat maakt het ook alweer dat ik juist behulpzaam en zorgzaam ben. Dus ik dacht, ik schrijf het gewoon op. Wat doe je en waarom? Ik maak programma's eigenlijk van A tot Z. Dus van het idee bedenken wat een programma moet gaan worden, tot de productie, de script schrijven, editen, van alles en nog wat. Ik merk nu wel met programma's waarbij ik niet de camera kan bedienen. Daar huur ik dan cameramannen voor in. Of als ik heel weinig tijd heb om te editen, dan huur ik daar ook een editor voor in. Maar in principe zit ik wel op elke stoel. Ik vind het onwijs leuk om van niets iets te maken. Dus echt creatief bezig zijn, te creëren. En daarmee met de programma's die ik maak wil ik ook graag anderen inspireren, motiveren of informeren. En ook wel, ik ben ook wel heel erg van het vermaken van anderen. Ik merk ook dat ik het heel lastig vind om mijn eigen verjaardag te vieren. Omdat je dan eigenlijk constant als een soort serveerster aan het fungeren bent. Terwijl ik juist ervoor wil zorgen dat anderen het heel erg naar hun zin hebben. Dat ze het leuk hebben. Dat ze iemand hebben om mee te kletsen of een spelletje te doen hebben. Dus ik ben ook wel heel erg, ja, niet van het per se entertainen op heel grootschalig humoreus niveau en grappig zijn. Maar gewoon, ja, zorgen dat mensen naar hun zin hebben, dat ze het leuk vinden. Dan de derde vraag is, heb je het gevoel dat je een missie hebt in je leven? En zo ja, wat is dat dan? Ik heb absoluut het gevoel dat ik een missie heb in het leven. Dat ik dromen heb, dat ik doelen heb die ik nastreef. Alleen bij een missie merk ik wel heel erg dat ik denk, oh, een missie dat moet wel echt voor een soort groter geheel zijn. Dat moet de wereld beter maken. Zo voelt het woord missie heel erg voor mij. Dus toen dacht ik, ja, daar ben ik niet per se heel erg mee bezig. Maar ik heb absoluut wel een missie voor mezelf. En mijn missie is eigenlijk dus het maken van eigen programma's van A tot Z. En met die programma's wil ik dus mensen inspireren, motiveren of informeren. In ieder geval zorgen dat ze misschien wel geïnspireerd raken om uit hun schulp te komen of gemotiveerd te raken om nieuwe dingen uit te proberen of meer te gaan sporten, gezonder te leven, dat soort dingen. En dat wil ik heel graag doen samen met een eigen vast team wat ik goed kan betalen, waar ik goede voorwaarden voor heb, die het onwijs naar hun zin hebben op hun werk, die elke dag met afwisselend werk bezig zijn, die creatief bezig zijn. Dus echt een eigen sterk team vormen wat een uitdagende baan heeft, wat heel erg afwisselend is en waar ze het echt naar hun zin hebben op kantoor. En tot slot wil ik natuurlijk met die eigen programma's, en die eigen programma's wil ik het liefst op YouTube maken. Daarmee wil ik ook genoeg geld verdienen om daar eigenlijk van te leven. En gekoppeld aan die programma's zou ik ook weer events willen organiseren. Dus het is eigenlijk een heel groot samenhangend spel. Wie of wat dragen daaraan bij en wie niet? Ik heb in de afgelopen jaren gemerkt dat op het moment dat mensen negatief over je ideeën denken, of je bepaalde onzekere gevoelens krijgt door wat anderen vinden, dat ik niet meer ga doen. Of dat ik mezelf daardoor laat tegenhouden. Want waar ik wel heel erg voorstander van ben, is mensen die je naar een hoger niveau tillen door bepaalde vragen te stellen. En misschien ook wel advocaat van de duivel te zijn. En tot slot kan mijn netwerk daar ook heel erg goed aan bijdragen. Ik merk dat ik niet zo heel vaak dingen post op LinkedIn, terwijl ik daar allemaal mensen heb uit televisie, online programma's, YouTube, Videoland, allemaal dat soort dingen. En ik deel het eigenlijk niet zo vaak, dus mensen denken dan ook niet meer aan je. Of denken niet bij bepaalde programma's of bepaalde ideeën van, hey, misschien kan je ergens een samenwerking of een koppeling aan maken. Dus dat zou ik eigenlijk meer mogen doen. Dan de volgende vraag. Houdt de mening van anderen je tegen? Nou ja, dan kom ik eigenlijk een beetje op hetzelfde als waar ik het net over had. Dat heeft namelijk 8 jaar lang is dat wel zo geweest. Ik liet eigenlijk de dingen die ik deed heel erg afhangen van wat anderen zeiden. En mensen zeiden al heel snel, omdat ook bij programma's maken een onderdeel is dat ik voor de camera sta. Oh, dan ben je vast heel erg narcistisch of arrogant of zelf ingenomen. En toen dacht ik, oh,
Of je wordt het ervan trouwens, dat zeiden ze ook. En toen dacht ik, oh, maar dat wil ik helemaal niet zijn. Of dat wil ik helemaal niet worden. Dus misschien moet ik dit dan maar niet doen. Misschien past het dan eigenlijk toch niet zo bij me als dat ik altijd dacht. Heb je genoeg scheid en waarom wel of waarom niet? Ik denk dat ik nog steeds wel meer scheid mag hebben aan de meningen van anderen. Maar vooral aan de stemmetjes in mijn hoofd. Dat was eigenlijk waar ik het natuurlijk net over had. Ik merk namelijk dat er van die duiveltjes in mijn hoofd zitten die zeggen dat dingen niet goed genoeg zijn of dat het niet perfect is of dat waardoor ik een soort faalangst of onzekerheid krijg. En ik heb een tijdje terug geleerd dat 80 ook prachtig is. Ik ben ontzettend perfectionistisch, maar dat zorgt er ook heel snel voor dat ik dingen dus niet doe of niet meer ga doen omdat ik denk, ja, het is eigenlijk niet goed genoeg, dus dan moet ik het maar niet doen of dan moet ik het maar niet op YouTube zetten of moet ik het maar niet delen. Omdat ik er misschien niet trots genoeg op ben. En ik had ook opgeschreven dat als het zo'n 8 is, dat ik er eigenlijk ook zo trots op mag zijn alsof het een 10 is. Wie wil je graag zijn? Ik wil succesvol zijn, ambitieus, eigenzinnig, inspirerend, motiverend. Iemand die staat voor dat fouten maken mag, dus zonder dieptepunten absoluut geen hoogtepunten. Ik wil YouTuber zijn, programmamaker, moeder, vrouw en onafhankelijk. En wat moet ik daarvoor doen? Ik denk dat het simpelste om te zeggen is het gewoon doen. Want alle gedachten die bij je opkomen of waarbij wat Pepper eigenlijk zei, als je ergens te lang over na gaat denken, dan ga je bepaalde dingen ook niet opschrijven. Dus eigenlijk minder angsten zien, minder onzekerheid zijn, minder hoge eisen stellen aan mezelf en dus meer doen. En de laatste vraag is, waarom doe je al die dingen soms niet? Ja, dat is dus een angst om te falen, onzekerheid of heel erg prestatiedrang. Maar dat moet ik dus eigenlijk allemaal overboord gooien. Dus de conclusie is, wees niet te streng voor jezelf, maar wees altijd super trots op jezelf. Dus ja, ik moet zeggen, deze opdracht was wederom echt weer een hele waardevolle bijdrage. Het thema was natuurlijk slachtoffer van je verleden of je verleden gebruiken als kracht voor de toekomst. En wat ik ook zei, dus die onzekerheden die komen bij mij echt uit het verleden en door meningen van anderen. Maar juist door daar meer scheid aan te gaan hebben en gewoon volledig achter je eigen gedachten te gaan staan en je eigen gevoelens en je intuïtie, dat maakt je zoveel sterker, waardoor eigenlijk die meningen van anderen er helemaal niet meer toe doen. Dus als je ergens mee struggelt of je hebt een bepaalde angsten uit het verleden en je wil die omzetten, raad ik je echt aan om deze challenge te doen. Ik vond hem heel erg waardevol. Ik merkte ook echt toen ik aan het opschrijven was dat ik dacht, hell yeah, ik ben hier gewoon, dit is zo mijn missie, dit wil ik zo graag doen in het leven en ik laat me door niets of niemand meer tegenhouden daardoor. Dus als je een beetje kracht nodig hebt, doe deze oefening dan. Bedankt voor het kijken, ik hoop dat je het weer leerzaam vond. Als dat zo is, doe natuurlijk even je duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik je volgende week weer. Doei doei!